bijeenkomsten zijn. En de belangrijkste daarvan is dat de sharia, het islamitisch recht, overal en altijd invloed uitoefent op het regerende recht. Op het recht dat in zo'n land van kracht is. Die invloed is niet altijd even groot, maar die invloed is wel altijd aanwezig. Ik vind het vanwege de beperkte tijd jammer, maar voor we aan de economie kunnen toekomen, moeten we de aard van de sharia besproken hebben, omdat anders de manier waarop de sharia invloed op het maatschappij uitoefent, niet te begrijpen is. En zonder begrip voor hoe de islam en de sharia hun invloed uitoefenen, zakken we weg tot het niveau van het debat dat de regering met de Tweede Kamer daarover op donderdag jongstleden gehouden heeft. En dat moeten we met elkaar niet willen in dit land. De sharia heeft niet alleen invloed op het geldende recht, maar ook op de zeden en gebruiken en op de veronderstellingen die stilzwijgend dan wel expliciet ten grondslag liggen aan het sociale verkeer. De sharia nu is bepaald niet de olie van het vertrouwen waarmee de raderen van de bedrijvigheid gesmeerd kunnen worden, om een gezegde van David Hume te parafraseren. Wij hebben bijvoorbeeld de regels van de sharia voor de geldigheid van getuigenverklaringen in een rechtszaak. Die regels die tarten alle gevoel van redelijkheid. U kunt het zelf opzoeken, zie de handboeken en huiver. Hoe beïnvloedt de sharia een maatschappij? Wel, u weet natuurlijk, staat en maatschappij zijn niet hetzelfde. Over wat een islamitische staat is, bestaan tenminste drie opvattingen. Volgens sommigen kan er maar één wereldomspannende islamitische staat bestaan, onder een kalif. Volgens anderen daarentegen is een territoriaal beperkte islamitische staat wel denkbaar, maar zo'n islamitische natiestaat die dient dan de sharia in al zijn details volledig toe te passen, zodat het recht des lands voor 100% gelijk is aan de sharia, en zoals in Iran of Saudi-Arabië het geval is. Weer anderen, vooral in het Westen, noemen elke natiestaat islamitisch wanneer de grote meerderheid van de bevolking islamitisch is en het territorium van die staat in de islamitische wereld ligt. Zoals bijvoorbeeld het Egypte van Nasser, Sadat en Mubarak. Bovendien zijn er in de islamitische wereld staatloze maatschappijen, zoals tot voor kort of misschien nog steeds Somalië en mogelijk ook Libië op het moment. Ik zou het eigenlijk niet weten. Wat ik nu wil is kijken welke invloed de sharia uitoefent op een maatschappij, niet op wat de sharia voor de staat betekent. Ook waar de sharia niet van staatswegen is ingevoerd, oefent de sharia toch invloed uit, maar de omvang van de invloed van de sharia is aan schommelingen onderhevig. Die invloed is het onderwerp van voortdurend touwtrekken tussen de plaatselijke islamitische religieuze leiders aan de ene kant en de plaatselijke regering aan de andere kant. De invloed van de sharia gaat altijd op en neer. Neem met alle respect Nederland als voorbeeld. Ook hier gaat de invloed van de sharia op en neer, maar meestal op. Het is in Nederland bijvoorbeeld toegestaan het christendom of Jezus van Nazareth te beledigen of zwart te maken, maar onder invloed van de beroepsmoslims die we in Nederland aanwezig hebben, is het al enige tijd niet meer toegestaan de islam of Mohammed zwart te maken. De Nederlandse justitie laat zich bij kritiek op Mohammed of de islam leiden door de regels die de sharia ter zake van de belediging van Mohammed en de islam heeft opgesteld. En de Nederlandse justitie maakt dan strafprocessen aanhangig tegen wie de regels van de sharia overtreedt, zoals het proces tegen Geert Wilders, of dat tegen een zekere Robert de Jonge, die begin volgend jaar weer terecht moet staan, ditmaal in hoger beroep bij het Hof, na zijn vrijspraak door de rechtbank in Amsterdam van 15 augustus jongstleden. Zijn wandaad is dat hij daartoe geprovoceerd
door het zuigen van de groepsmensen van de staatstelevisie, de knapenliefde in de islamitische wereld net een grammetje te onbevangen aan de orde heeft gesteld. Wat de sharia vooral namelijk streng verbiedt, is het bekendheid geven aan zaken waardoor Mohammed of de islam mogelijk bij niet-moslims in een kwaad daglicht komen te staan, ook als het om niets dan de waarheid gaat. Het Openbaar Ministerie probeert in zulke zaken, in zulke rechtszaken, het artikel 137 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan net zo lang op te rekken tot het een beetje past op de situatie. Dat artikel 137, dat gaat over discrimineren, beledigen en haatzaaien. Bekende voorbeelden van opiniedelicten die de sharia zwaar opneemt, zijn het doorgeven van de inhoud van de traditionele, kanonieke, islamitische verhalen over Mohammeds huwelijksleven. Mohammed huwde immers een meisje van nog geen 9 jaar oud. Of ook het spreken over sharia-regels die het modern westers publiek zullen afschrikken, zoals de regelgeving over de jihad. Maar ook de echtscheiding door verstoting, die staat hoog op de lijst van onderwerpen waarvan een goede moslim liever niet ziet dat iemand die nog geen moslim is, erover praat of nadenkt. En in vertrouwen, kijkt u het eens na, voor al de regels rond de herroeping van een verstoting, die zijn opzienbarend. Het is natuurlijk haast ongelooflijk dat de Nederlandse politie en justitie bij opiniedelicten meewerken aan het afdwingen van sharia-regels. Maar het gebeurt regelmatig op grond van overwegingen die worden ingegeven door politiek correcte, multiculturele koortsen. Niet alleen op de vrijheid van meningsuiting, maar ook op de praktische gang van zaken binnen gezinnen en op straat heeft de sharia veel invloed, ook in Europa. We zijn bijna aan de economie toe, hoor, nog heel even. Eremoorden, polygamie, genitale verminking bij meisjes, kinderhuwelijken waarbij de bruid een klein meisje is en de bruidegom een volwassen man, zoals een oude heer, recrutering van jonge heren voor de jihad, straatterreur, in het bijzonder tegen vrouwen en meisjes die on-islamitisch gekleed gaan. Onder invloed van de sharia komt het allemaal voor, zonder dat justitie veel idee heeft wat daar nu toch wel aan te doen zou zijn. Eigenlijk kunnen onze wijze en capabele bestuurders met gedragingen die door de sharia geïnspireerd zijn niet veel kanten uit, behalve het aanroepen van dat artikel 137 tegen de autochtone bevolking wanneer die al te onrustig wordt. Nu ja, u kunt zonder rekenmachine uit het hoofd uitrekenen dat indien bij een zo klein percentage moslims als Nederland telt, er al zoveel rekening met de sharia wordt gehouden, dat dan in landen waar bijna iedereen moslim is of moslim zegt te zijn, dat daar de informele invloed van de sharia immens is. Plus ook nog eens dat hier en daar de sharia soms gewoon het recht van het land kan zijn. Maar wat er ook aan de hand is, de invloed van de sharia is overal waar moslims wonen en leven aan eb en vloed onderhevig. Daarom bestaat er overal waar de sharia de rechtspraak binnenwandelt grote rechtsonzekerheid. Is het vloed of is het eb? Je weet het maar nooit. Zulke onzekerheid is volgens onze westerse, ouderwetse en burgerlijke opvattingen niet goed voor een maatschappij. Bovendien definieert de sharia vergrijpen heel losjes, zodat de burger, of in dit verband beter de onderdaan, nooit precies weet waar hij aan toe is. Nagenoeg elke handeling kan vallen onder het vergrijp schennis van de majesteit van Mohammed. Of ook onder het vergrijp, en nu zijn we eindelijk bij de economie aangeland en daar blijven we ook, het verspreiden van verderf in het land. In het Arabisch, en het zet fil ard. Daarop staat volgens de sharia de doodstraf. Hamsteren, termijnhandel, te duur aanbieden, te goedkoop aanbieden,
geen geld uitgeven aan een nieuwe auto en een nieuw huis. Wel geld uitgeven aan een nieuwe auto en een nieuw huis. Letterlijk alles kan vallen onder het verspreiden van verderf. Als dat de machtigen belieft. Een ondernemer in een islamitisch land verkeert daarom in een rechterloze positie tegenover de overheid. Hij zal zich maar al te vaak genoopt zien hebzucht van de overheid en van overheidsmedewerkers af te kopen. Wij noemen dat vanuit ons rustige bestaan corruptie. Maar onder druk van de bevolking of onder druk van de wekelijkse prediking in de moskee geeft de overheid er soms de voorkeur aan om ondanks eventuele bestaande afspraken de handelaren, fabrikanten of importeurs toch maar wel aan te pakken. Ik hoef u niet uit te leggen hoezeer zo'n arrangement, zelfs al gaat het vaak goed, in strijd is met de constatering van Adam Smith, dat een maatschappij het welvarendst zal zijn wanneer er ieder gelaten wordt in het ongestoorde genot van de vruchten zijner arbeid. Alsof dat nog niet genoeg is, bestaat er nog een complicerende factor. Ondernemers in de islamitische landen komen meestal voort uit de minderheden. Chinezen in Indonesië, christenen in Egypte en Syrië, Armeniërs en Grieken in het hele Midden-Oosten. Nu, christenen en joden hebben onder de sharia geen rechten. Ik begrijp dat u dat niet meteen gelooft. En ik daag u daarom uit in de sharia-handboeken te gaan zoeken naar de rechten die christenen en joden onder de sharia genieten. Desalniettemin, de soep wordt niet zo heet gegeten als ik hem nu opdien, want het is onder een sharia-systeem niet verboden om christenen of joden tijdelijk gunsten te verlenen. En gunsten die lang hebben bestaan gaan natuurlijk deel uitmaken van de dagelijkse orde en worden vaak als een recht gezien. Maar als een revolutionaire overheid de maatschappij op de schop gaat nemen en daarbij de sharia hanteert, dan staan al diegenen die geen moslim zijn machteloos en rechteloos. Zie de gebeurtenissen in Egypte onder het kortstondige bewind van de moslimbroederschap, een periode die door de vrienden en de vriendinnen van de islam als de Arabische lente werd aangeduid in de voorlichtende programma's van onze staatsomroep. Met name de 1 miljoen Joden die rond 1948 uit de islamitische wereld verdwenen zijn, met niet meer bagage dan ze dragen konden, die kunnen over die rechterloosheid meepraten. Zij het dat ze het van kinds af aan geweten hebben, het normaal vonden en eigenlijk niets anders verwacht hadden. De verbazing en de verontwaardiging die u zouden overvallen wanneer u ontdekt dat u machteloos en rechterloos bent, die verbazing en verontwaardiging die zijn bij de leden van de minderheden in de islamitische wereld inmiddels geheel onbekend. Hoe reguleert en beperkt de theorie van de sharia de vrijheden van de onderdanen? Een opvallend ambt binnen het sharia-systeem is dat van de zogeheten marktmeester, in het Arabisch muhtasib genoemd. Dit woord wordt als marktmeester vertaald, omdat deze ambtenaar ook belast is met het toezicht op de markten en alles wat daarom gaat. Zijn taken zijn in de handboeken heel ruim gedefinieerd en hij dient op te treden tegen alles wat het algemeen belang schaadt. Bovendien moet hij erop toezien dat de sharia wordt toegepast. Met andere woorden, hij kan zich overal mee bemoeien. Deze muhtasib of marktmeester heeft bevoegdheden als die van een rechter. Hij wijst vonnis, maar zonder dat daartoe een formele rechtszitting noodzakelijk is. Dat de sharia geen advocaten kent, maakt in kwesties waar de marktmeester bij betrokken is, dus niet zoveel uit. Het spreekt vanzelf dat in zo'n informeel systeem, zonder hoor en wederhoor, zonder bestudering van bewijzen en zonder hoger beroep, dat zo'n arrangement extreem gevoelig is voor dwaling, corruptie en nepotisme. Een marktmeester kan zijn taken niet uitvoeren zonder de ruggesteun van de overheid.
wanneer, zoals in de moderne tijd meestal het geval is, de overheid geen marktmeesters benoemd heeft, kunnen pressiegroepen, vakbonden, whatever, kunnen pressiegroepen zich tot de overheid wenden en er de overheid op wijzen dat indien er een marktmeester zou zijn, deze functionaris bepaalde maatregelen dienen te treffen. En dat het nu dus de overheid is die deze maatregelen zelf dient te gaan nemen. Er is een uitgebreide literatuur over de plichten en taken van de marktmeester en over de inhoud van het marktmeesterschap. Naar mijn indruk, maar ik kan me vergissen, is het marktmeesterschap, in het Arabisch Hisba geheten, een functie die onrust, dreiging en onzekerheid schept, wat nooit in het belang van marktpartijen kan zijn. Molens en wagens geven onbedoeld een aardig inzicht in hoe een economie in de islamitische wereld werkt. Reizigers in de 18e en 19e eeuw hebben er vaak een verbazing over uitgesproken dat er zo weinig karren en wagens in de wereld van de islam te zien waren. De verklaring is eenvoudig. Karren, wagens werden door de overheid of door particuliere rovers aan hun eigenaren ontnomen. Wij in het Westen, wij gaan ervan uit dat de macht van de overheid over de onderdanen beperkt en gereguleerd is. Maar van oudsher is dat idee, de beperktheid en de gereguleerdheid van de macht van de overheid over de onderdanen, in de islamitische wereld vreemd. Onderdanen gaan er automatisch van uit dat de overheid almachtig is, maar gelukkig niet ook alomtegenwoordig en alwetend. Molens zijn uitgevonden in het antieke China en via de islamitische wereld Europa binnengekomen. De wereld van de islam kende de molens eerder dan wij. Nou ja, wij. Maar onder de islam is de molen nooit een succes geworden. De reden is weer eenvoudig te bedenken en te controleren. Een boer die met zijn graanoogst naar een molen ging om dat daar te laten malen, die werd bij de molen van zijn lasten ontdaan door rovers, door belastinginspecteurs of door andere overheidsdienaren. De islamitische wereld heeft daarom niet kunnen profiteren van de grote voordelen die de levering van energie door molens eeuwenlang heeft opgeleverd, althans in Europa. En dat illustreert nog weer eens dat wanneer de overheid haar onderdanen in het ongestoorde genot laat van de vruchten van haar arbeid, dat zulks tot groot maatschappelijk heil strekt en dat rechtsonzekerheid en rechterloosheid tot massale armoede leidt. Wanneer u in Leiden islamkunde studeert, krijgt u van de vrienden en de vriendinnen van de islam die daar doseren te horen dat de sharia voor 95% gelijk is aan het Nederlands recht. Dat is natuurlijk pure propaganda voor de islam. Het is de Leidshoogleraar Maurits Berger die deze dwaze bewering gedaan heeft en helaas nog steeds niet met een cijfermatige onderbouwing op de proppen is gekomen. Maar iets dat desondanks zeker wel binnen die 5% van dat verschil moet vallen, dat is dat de sharia geen kunstmatige, onsterfelijke rechtspersonen kent, zoals bij ons de naamloze besloten vennootschap of een stichting. Meestal hebben islamitische landen wel een voorziening getroffen die dit tekort opvangt, gelukkig maar. Maar de sharia zelf werkt alleen met sterfelijke personen, niet met onsterfelijke rechtspersonen als onze BV of NV. Ook advocaten kent de sharia niet, zij het dat daarvoor ook in haast alle islamitische landen toch wel regelingen zijn ontworpen. Maar natuurlijk niet overal. Ik denk niet dat de sharia-rechtbanken, die over leven en dood gaan, in Mali, Syrië, Afghanistan, Libië of Somalië aan zulke westerse Fransen meedoen. Maar ik ben er niet genoeg van op de hoogte, ook al omdat de toestand in zulke gebieden voortdurend aan gewelddadige verandering onderhevig is. De vrienden en de vriendinnen van de islam zullen hier willen tegenwerpen dat de sharia wel een aantal vormen van compagnonschap kent, die desgewenst wel iets op onze kunstmatige en onsterfelijke rechtspersoon lijken.
Bij de omvangrijke fraudezaken van het islamitisch bankieren is steeds van deze antieke compagnonschappen gebruik gemaakt. En in het Arabisch worden dit soort commanditaire vennootschappen mudaraba genoemd. De geldgever vertrouwt zijn geld dan toe aan een agent, in dit geval de islamitische bank, die met het ter beschikking gestelde gelden handel of industrie bedrijft, onder de afspraak dat de geldgever en de agent de winst of het verlies in een overeengekomen verhouding zullen delen. Als iedereen ontzettend eerlijk is, zou dat mogelijk kunnen werken. Maar de recente geschiedenis van het islamitisch bankieren stemt weinig hoopvol. Wat vindt de sharia van belastingen? De enige belasting die de sharia kent is de zakaatbelasting, een vermogensbelasting die geheven wordt op veldvruchten en ooft, op vee, op goud en zilver en op voorraden voor de verkoop. Op landbouwproducten bedraagt die belasting 10% of 5%, dat hangt er vanaf. Op vee ook weer een percentage dat wisselt, ingewikkeld systeem, naar bijvoorbeeld bij 40 schapen 2,5%. Ook geld, goud en voorraden worden met 2,5% belast. En voor grondbezit geldt weer andere ingewikkelde regels. Voor de sharia-fundamentalisten, de moslimsbroederschap en zo, zijn dit vanuit propaganda-oogpunt fantastische regelingen. Want elke andere belasting die een moderne overheid zal heffen, bijvoorbeeld inkomstenbelasting, is volgens de sharia onwettig. En bewijst dus dat de overheid niet langer islamitisch is. Want de sharia wordt door die overheid niet meer ten volle toegepast. En zodra er dus sprake is van andere belasting dan de zakaat, is het mis met de overheid. Samen met de algemeen menselijke lust om belastingen te vermijden, vormt dit een prachtig startpunt voor onvrede en verzet tegen elke regering die belastingen oplegt die niet met de sharia in overeenstemming zijn. Wie een bedrijf heeft, kon trouwens al eens snel in de problemen komen met de heffing van jaarlijks 2,5% op voorraden. Bij een tegenvallende verkoop stijgt deze belasting immers automatisch omdat de voorraden groter worden. Nu ja, de kers op de taart van de sharia-regelingen, die in westerse ogen wonderlijk zijn, dat is natuurlijk het renteverbod. De Koran en de sharia verbieden allebei ondubbelzinnig het vragen of betalen van rente. Vanaf de vroegste tijden van de islam werd dat renteverbod al ontdoken. De list die dan werd gebruikt staat als volgt in de leerboeken: ik wil 100 zilverlingen lenen tegen 10% per jaar. De lener die verkoopt dan een slaaf aan de geldgever tegen 100 zilverlingen. Daarover wordt een normaal koopcontract gesloten. Een jaar later koopt de lener die slaaf terug, maar nu voor 110 zilverlingen. Die twee contracten worden tegelijk afgesloten en samen bewaard. Beide losse contracten op zich voldoen aan alle eisen van de sharia. En vanuit ons systeem gezien is die slaaf dan het onderpand en het prijsverschil tussen die twee koopsommen de rente. Bij ingewikkelde en langlopende contracten, bijvoorbeeld een hypotheek op een huis, is deze list niet zo makkelijk toe te passen, behalve als u een huis van tevoren cash gekocht en betaald heeft. Maar u wilt nu eenmaal een hypotheekcontract afsluiten, omdat u niet vermogend genoeg bent om uw huis cash te kopen. Juristen kunnen meer bedenken dan ik, dus wie weet. Als u dit probleem hebt op te lossen, kunt u in kleine kring wereldberoemd worden. Er ligt hier een mooie kans. Maar zelfs het grote socialistische genie, de mensenvriend en poëzie-liefhebber, Wouter Bos, die heeft toen hij minister van Financiën was geen oplossing voor dat probleem kunnen verzinnen, hoewel hij het er vaak over gehad heeft. Dus bezint eer het begint. Ik ben bijna klaar hoor. Het spreekt vanzelf dat het renteverbod een serieuze hindernis is bij het volkshuisvestingsbeleid, maar ook bij het krijgen van leningen van de Wereldbank of het IMF. Overigens gaan de hoge priesters en de schriftgeleerden van onze eigen Europese Unie nog een forse stap verder dan de islam waar het lenen aangaat. Staten die onder auspiciën van de EU van elkaar lenen,
betalen wel vaak enige rente aan elkaar, maar mogen de hoofdsom houden. God wil het, want terugbetalen is nu eenmaal onmogelijk. En vanuit alle parlementen in Europa zingt men hierop vroom, meerstemmig, een gloria. Ga op vakantie naar Griekenland, uw geld is er al. Waarom is de rente in de islam verboden? Omdat God de rente in zijn Koran verboden heeft. Dat staat duidelijk in de islamitische Korancommentaren en in de sharia-handboeken. Het spreekt dan ook vanzelf dat de sharia-fundamentalisten hun seculiere regeringen op alle mogelijke manieren dwars zitten door te stellen dat die seculiere regeringen wel degelijk rentedragende contracten toestaan en ook wel sluiten. En dus handelen tegen Gods woord en wet. En dus illegitiem zijn. En dus zo snel mogelijk door de beroepsmoslims vervangen moeten worden. Alle gezag, macht, rechtspraak en bestuur dat niet op de sharia en de toepassing van de sharia gebaseerd is, wordt immers door de islam en door de beroepsmoslims als illegitiem en onwettig beschouwd en moet worden bestreden. De verwachtingen die onder het islamitische publiek leven over de zegeningen van de toepassing van de sharia en het renteverbod, die zijn groot. Invoering van de sharia wordt in brede kringen met messiaans enthousiasme tegemoet gezien. Wat zullen de prijzen dalen en de lonen stijgen als de rente eenmaal wordt afgeschaft? U kunt het dagelijks op de televisie en de radio horen in de Arabische wereld. Waarom zouden mensen dat niet geloven? Waarom zouden moslims in de islamitische wereld hun eigen beroepsmoslims niet willen geloven? Niemand immers kent de wetten van God, dat wil zeggen de sharia, beter dan zij. De sharia gunt aan wie aan de sharia onderworpen is weinig vrijheden. Muziek, dans, toneel, historisch-kritisch onderzoek, cabaret, haast alles is in de theorie van de sharia verboden. De verboden en geboden van de sharia zijn niet, zoals vaak gedacht wordt, alleen van toepassing op moslims. Ze zijn wel degelijk ook van toepassing op aanhangers van de andere godsdiensten. Het gebruik van wijn tijdens de misviering wordt door de sharia in principe niet toegestaan. Aan concurrentie heeft de geest en vaak ook de letter van de sharia-wetten een broertje dood. In de sfeer van de man-vrouw relaties bestaat er voor jonge mannen geen concurrentie op de vrije markt van de hofmakerij. De ouders huwelijken hun kinderen immers uit, bij voorkeur aan een neef of nicht, omdat dan bij vererving het bezit van de grootouders bij elkaar kan blijven. Het veelvuldig, generatieslang neef-nicht huwelijken sluiten heeft gevolgen voor de maatschappij en voor de gezondheid die we hier onbesproken laten. Religieuze concurrentie is al even verboden, even strikt verboden. Alleen moslims hebben toegang tot de religieuze markt. Alleen moslims mogen reclame maken voor hun eigen geloof. Wie een andere godsdienst aanhangt, wordt op de reliemarkt niet toegelaten en mag geen zieltjes winnen. In de bazaars zitten alle beoefenaren van één beroep bij elkaar, niet met het doel onderling te concurreren, maar juist met de bedoeling de markt voor het gilde en voor de marktmeester overzichtelijk te houden, zodat unfaire concurrentie voorkomen kan worden. Dames en heren, over het onderwerp van elke alinea van mijn betoog zijn meer geleerde studies geschreven dan wie dan ook in één mensenleven kan lezen en doorstuderen. Ik heb toch maar met enige vrijmoedigheid en in alle eenvoud gezegd hoe het zit, en wacht de woede van de vrienden en de vriendinnen van de islam rustig af. Ik zie met grimmige belangstelling verdere cabaretvoorstellingen in het Volkstheater aan de Parnassusweg tegemoet. Tot de vrienden en vriendinnen van de onderwerping en tot u, hooggeëerd publiek, kan ik alleen maar zeggen, kies voor het heil van de vrijheid, niet voor het onheil van de onderwerping. Dank u wel. Dank Dr. Jansen voor de mooie voordracht. Prachtige tijd. We hebben 15 minuten voor
vragen en antwoorden. En die neem ik op, hè, omdat Jeroen het zich bezig had met onze Engels sprekende gast. Wat vindt u van mijn grootste angst voor de islamisering, voor zover al gaande, zal West-Europa? Kunt u nog één keer wat duider zeggen? Wat vindt u, of vindt u hem terecht, mijn grote angst van de islamisering, voor zover al gaande, van West-Europa? Nou, angst zou ik niet hebben, maar bezorgdheid lijkt me heel verstandig. Vooral rationele bezorgdheid. En erop aandringen dat de Europese regels, die door op democratische manier tot stand zijn gekomen in het recente verleden, dat die worden toegepast en dat die niet worden verdrongen door sharia-regels. Hoe vriendelijk Tariq Ramadan daar ook om vraagt. We moeten vasthouden aan ons eigen erfgoed. Heel goed opletten, hè, want er wordt ons wel degelijk een kunstje gevoerd. Maar bang moeten we niet zijn hoor, te wapen en verdedigen. Niet bang zijn. Tweede vraag, sir. Is Dubai een voorbeeld dat de islam wel degelijk kan werken? Nou ja, zoals gezegd, de sharia is altijd eb en vloed. En ik denk dat het in Dubai een beetje eb is op het ogenblik. Maar op kan natuurlijk altijd, dat is de moeilijkheid van het werken in de islamitische wereld, een regering aan de macht komen die het land sociaal en economisch enorm op de schop neemt en de sharia strikter invoert. Ja, dan heb je denk ik wel een behoorlijk probleem als je daar zit met lijf en haven. Ik zie daar achterin wat vragen. Dus, ja, het kan werken. Maar voor hoe lang? Ja, ik wil daarop inhaken. Is Turkije dan een heel veel jaren durende app als NATO-land en vrije EU? Ik kan u niet verstaan, maar het kan. Is Turkije dan ook een veel jaren durende app als NATO-land en de vrije economie? Ja, in Turkije is na Atatürk de app natuurlijk, was het app, hè. En dus langzaam is de vloed aan het opkomen. En de tovenaar Erdogan die probeert die vloed zo snel mogelijk omhoog te trekken. En ik denk dat in Turkije binnen afzienbare tijd, dat Turkije zich ontwikkelt als een Gomeinachtige islamitische republiek. En hoe lang dat nog duurt, dat weet ik niet precies, maar dat proces is al heel lang bezig. En daar is ook heel veel steun voor onder de Turkse bevolking. Dus dat noemen wij democratisch, want er is steun voor. Ik denk dat het in Turkije vanuit ons soort ideeën gezien niet de goede kant uitgaat. Oké, een vraag stellen daar. Ik ga het net wel. Ja, dank u wel voor het vraagje. Ik zag een tijd geleden het zorgmodul en toen was u in debat met Weijer Pulvertuin. En destijds was u beduidend wilde over dit staan. En dan dat u nu bent. Dus ik vroeg me af, het lijkt op alsof er een keerslag in uw denken heeft plaatsgevonden. Ik vroeg me af of u kunt vertellen hoe dat is gekomen. Of u anders over de islam hebt gedacht en hoe dat is gekomen. Ja, in dat debat met Fortuyn werd ik natuurlijk gevraagd om de rol te spelen die ik in dat debat gespeeld heb. Maar ik geloofde daar in zoverre in dat ik dacht dat de Nederlandse moslims zich zouden aanpassen en zouden vernederlandsen. En Ayaan Yirsiani, ik weet niet of die er toen nog al was, maar die zegt dat toen ze in Nederland was ook regelmatig, dat als het dwang eraf gaat, als Nederlandse moslims niet meer bedreigd worden met de dood als ze de islam uittreden, dan loopt het als een ballon leeg, dan is het zo afgelopen. En ik weet niet of dat waar is, maar toen in die tijd van Fortuyn, dat was vlak toen Fortuyn nog net leefde, en toen onderschatte ik de invloed die de beroepsmoslims uitoefenen. En die beroepsmoslims die oefenen een remmende invloed uit op de aanpassing, assimilatie, ingroeiing, wat dan ook. En die herinneren er moslims steeds aan dat ze een hogere roeping hebben dan een kaaskop te worden. Maar dat ze kinderen van God genoemd zijn. Nou nee, dat is ook wel een. Maar dat ze de opdracht hebben Gods wil op aarde vervuld te krijgen. En dat ze niet moeten proberen halve kaaskoppen te worden. De vrienden remmen vrolijk mee. En de vriendinnen. Sorry? De vrienden en de vriendinnen van de moslims remmen vrolijk mee. Die sluiten de moslims op in een nobele wilde. De vriendinnen van de islam voelen zich natuurlijk geweldig superieur aan die moslims.
die genieten van hun superioriteit en die genieten ook van het aan mensen zoals jou en mij uitleggen hoe stom we zijn. En dat alles zal goed komen als ze maar aan hun alle macht en pracht en kracht en praal geven. Nou ja, vreselijk. Ik zie daar een vraag stellen. Denkt u dat uw eerder geloof in het aanpassen van de moslims ook te maken heeft met de sociale voorzieningen? Of denkt u dat dat ongecorreleerd is in Nederland? Ik ben zelf in Amerika, daar schijnt of daar het idee dat moslims wel wat meer Amerikaan of Amerikaniseren dan hier de moslims in Nederland. En ik wijk dat zelf aan sociale voorzieningen die de integratie remmen. Nou, moslims in Amerika hebben de laatste tijd toch wel wat rare dingen gedaan. Mirdaal Hassan krijgt nou enige bekendheid en er zijn heel veel van dat soort dingen geweest. En wij hebben één Bouyeri, maar in Amerika was er heel wat meer hoor. Maar het is geen sociaal-economisch probleem, het is een religieus-ideologisch probleem. En de sociaal-economische positie van mensen zegt helemaal niks. En mensen willen waardering ontvangen voor hun vrome gedrag. En voor de een is dat vroom gedrag dat je niet trouwt, hè, dat je celibatair leeft. En dat mensen, wanneer je in zo'n pak met een nonnenpak op straat loopt, dat mensen zeggen: goedemorgen, zuster. En dat is de waardering die mensen voor hun religieuze gedrag willen hebben. Of weet ik wat voor waardering mensen willen hebben. En in de islam is het religieus gedrag van die aard dat dat voor ons problemen kan opleveren. En met jihadistische acties kun je wel degelijk veel ontzag verwerven in de islamitische wereld. Kijk naar de reputatie van Osama Bin Laden en naar bijvoorbeeld Hassan Mittal of onze eigen Bouyeri. Ja, dus ik denk dat we nog een heleboel problemen. Kijk, Snoeper Grunje, die was actief in Nederland zo 1860, 1920, om en nabij. Die zei dat wanneer je alle beroepsmoslims ertussen uitvist, dan is er helemaal geen probleem. Iemand moet moslim vertellen dat ze verplicht zijn jihad te voeren en noem maar op. En de Atjeh-oorlog, dat is de enige oorlog geloof ik die Nederland ooit gewonnen heeft, maar misschien vergissen. Die hebben ze ook gewonnen op het moment dat ze alle beroepsmoslims in Atjeh eruit gevist hadden. En die met z'n allen naar een ander eiland op vakantie hadden gestuurd. En ik denk ook dat de remmende factor bij de assimilatie van migranten, dat zijn de beroepsmoslims. En dat is ook een taak om mensen ertoe op te roepen te leven volgens de sharia. En een dominee moet mensen oproepen om te leven volgens het christendom. En een rabbijn moet mensen oproepen om te leven volgens de halacha, weet ik hoe het heet. En een moslim en een beroepsmoslim moet moslims ertoe oproepen te leven volgens de sharia. En dan kunnen we zeggen, nou ja, dat leven volgens de sharia vinden we niet prettig. Dan gooi je die beroepsmoslims eruit en dan wordt het dus wel rustig. Of we doen dat niet. Dat zijn geen dingen waar ik over ga, helaas. Oké, een gelukkig vraag. Ik ga eerst even hier naartoe, dat is dichtbij. Welk beleid stelt u voor om de moslims die hier zijn te seculariseren? Nou, wat ik net zeg, ik ben niet geroepen om daar advies over te geven. Ik denk alleen wel dat het oude advies van Snoeper Grunje en de haatzaaiende beroepsmoslims ertussenuit halen, dat dat heel veel zou helpen. Misschien niet 100%, maar toch wel 90%. Alleen onder het aanroepen van de godsdienstvrijheid laten we die haatzaaiende beroepsmoslims toch hun gang gaan. Lijkt me onverstandig, maar ja, ik ben al wat op jaren, dus het zal mijn tijd wel uitduren. De uwe niet hoor. Ik zag nou eerder een hand. Dus... is het niet een reden dat wij ook als westelingen totaal niet moeten ingrijpen in Syrië, om ervoor te zorgen dat ze het allemaal lekker vanzelf lekker uit gaan zoeken, de Arabieren al daar? Nou, er is niemand die enige militaire of diplomatieke actie die door het Westen uitgevoerd kan worden weet te bedenken die de situatie in Syrië zal verbeteren. In dat geval kan je inderdaad beter niks doen. Maar de goed mensen roepen dan, ja, zeker een hek eromheen en dan ze elkaar laten doodvechten. Ja, er is, als iemand, wie dan ook, iets bedenkt wat helpt,
Halleluja, doen. Maar er is niks dat helpt. Oké. Okay. Ik zag hier. Is het niet juist beter om eigenlijk zoveel mogelijk in het publieke debat de beroepsmoslims hun woord te laten doen, zodat ook de onrealistische eisen, de invloed van de sharia vooral zoveel mogelijk open is en dat vooral ook de Nederlandse bevolking kan zien dat het niet functioneert, dat het totaal irreëel is, dat het niet verenigbaar is. Dat de woorden van Maurits Berger als het ware automatisch al ontkracht worden, juist omdat het open is. Als we nu, zoals u zegt, de beroepsmoslims eruit vissen, dan kan het weer de invloed van de Koran juist weer ondergronds gaan. En dat is misschien de invloed nog veel groter. Oh, dat bedoelt u. Ja, dat zou kunnen. Maar dat weet ik niet hoor. Kijk, een tekst kan alles betekenen. En dat, er staat onderzoek in de Koran bijvoorbeeld, sla ze dood waar je ze maar kunt vinden. Nou. Ja, wie moet wie doodslaan? Kijk, als er natuurlijk een beroepsmoslim op vrijdagmiddag bijloopt, dat betekent dat jullie, iedereen die geen moslim is, zullen moeten gaan doodslaan, ooit eens een keer op een dag. Ja, dan creëert dat een hoop problemen. Als hij zegt, ja, dat was iets in de tijd van Mohammed, ja, hoe zat dat toch ook weer? Er waren twee stammen die met elkaar oorlogen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat kan echt alle kanten uitgaan. Het is niet absoluut noodzakelijk om die, dat is ook de kracht van de vrienden en de vriendinnen van de islam. Die pakken Koranteksten en, nou ja, je kunt ook een telefoonboek nemen, dat kun je op alle manieren uitleggen. Maar het gaat er niet om hoe het uit te leggen is, dat is niet van belang. Het gaat erom hoe het in de religieuze gemeenschap vanaf de kansel uitgelegd wordt. Ja? Nou, vanaf de kansel worden die Koranversen agressief, vijandig en haatdragend uitgelegd. Als je zorgt dat er geen mensen op de kansel staan die dat doen, dan denk je dat de sfeer totaal verandert. Maar ja, wie ben ik? Maar het is in ieder geval dat zolang je dat toelaat, kom je van kwaad tot erger. En een snoek is het al één keer gelukt, dus ja, misschien hebben we het nog een keer gelukt. Ik weet niet. We hebben nog tijd voor één laatste vraag. Ik ben wel benieuwd over het volgende. Ik woon in een wijk met veel jongeren met een islamitische achtergrond. Mijn vriendin die wordt vaak nageroepen als ze in de eentje gaat hardlopen of gaat fietsen, niet als ik erbij ben, door zowel meisjes als jongens, met een islamitische achtergrond. Is dat iets waarvan u zegt dat heeft te maken met die sharia? Of is dat religieus of is dat meer iets cultureels? Dat verschil bestaat alleen in onze wereld. Hè? In de wereld van de islam en de sharia is er geen verschil tussen religieus en cultureel. Maar waarom moet ze in alleen gaan hardlopen? Waar is dat? Wie wil ze ontmoeten? Waar is de hoffelijke man gebleven? In de Koran staat dan ook tegen vrouwen gezegd: Harder in bloed, blijf rustig zitten in jullie huis. En daaruit heeft de sharia afgeleid dat de vrouw een briefje van haar man moet. En niet de deur niet uit, maar zonder toestemming van een man. Dus als ze daar alleen op straat loopt, dan vraagt ze dan. En een man heeft ook het recht, zijn vrouw, als ze alleen de straat op gaat, door de politie te laten ophalen volgens de sharia. En de Baitata heet dat. En dat gebeurt ook. Dat alleen de straat op gaan, dat is niet goed. Zie je ooit Marokkaanse meisjes? Ja, je ziet het wel eens. Maar dan, ja, juist dan zijn ze heel erg ingepakt, omdat ze dan een uitstraling van zorgeloosheid hebben, dat het wel door de beugel kan. Maar dus, wat moslims dan dus doen, is wat ik net deed, dan zeggen ze, waarom moet zo'n meisje nou absoluut alleen de straat op? Leg me dat eens even uit, begrijp je? En dat is heel moeilijk om die suggestie te pareren. Oké, dat was de laatste vraag daarmee, het einde van de vraag- en antwoord sessie. Dr. Jansen, hartelijk dank. En dan is ik geef de microfoon graag aan Jeroen.